Je ziet gelijk dat hij zijn ogen dicht doet, adem in, dus alles doe je. Je moet het ook goed oefenen, dat je zeker weet waar alles zit. Gas, gas, gas! En dan roep je altijd weer gas, gas, gas. Dat als iemand misschien was ik al net met het voertuig bezig, heb ik het helemaal niet gehoord. Zit ik lekker in mijn eigen wereld of ik ben een beetje moe omdat we al zo weinig geslapen hebben. Dus je roept het altijd door zodra je masker op zit. Nou, dan loop je er zo bij. Ja. En dit is eigenlijk voor het eerst dat wij dit doen. Om Defensie een beetje in de aandacht in de picture te brengen. Dan gaan wij scholen af om de kinderen te vertellen wat wij doen. En eten kan je lang zonder. Dat kan je echt wel een dagje eventueel wel even uit. Het is niet fijn, maar drinken niet. Daar hebben ze aan gedacht. Er zit een mooi slangetje aan. Die kan je op een bepaalde speciale dop doen van je veldfles. En als je die veldfles dan op zijn kop houdt, dan kan je hier een kraantje openzetten. En dan komt er aan de binnenkant een soort van rietje naar voren. En dan kan je gewoon, terwijl je je masker op hebt, kan je gewoon lekker alsof je pakje wiki aan het drinken bent. Werken bij jullie ook meisjes op? Jazeker. Wij hebben zelfs een vrouwelijke. Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben zelfs een vrouwelijke groepscommandant. Die achter die kerels zoals Bart en Meijer stuurt. Ja. En in diezelfde groep zit ook een vrouwelijke soldaat. Lopen jullie ook op kisten? Ja. Ja. Ja, en dit is onze eten. Dit is één zak voor 24 uur. Dus een dag en een nacht kunnen wij hiermee vooruit. En we hebben geen lekkere boterhammen van moeders. We hebben gewoon een soort van kaakjes. Dat is een vervanger voor onze boterham. Want boterhammen nemen en veel ruimte in. Ja, en het is niet houdbaar. En dit kan jaren in de kast liggen en er gebeurt niks mee. We hebben zaterdag de landmachtdagen. Eerder waren die op een kazerne in Nederland. En tegenwoordig komt de landmacht naar de mens toe. Dus er is in Enschede is deze zaterdag. Is een landmachtdag. We hebben een tent opgezet en dan kunnen ze middels nachtzichtapparatuur, een verduisterde ruimte, moeten zich doorheen navigeren. We hebben een laantje uitgezet met metaaldetectoren, want dat is een deel van ons werk, om dus inderdaad mijnen en bermbommen, oftewel IED's, zo noemen wij ze, te vinden. En dan kunnen ze dus het zelf ervaren en dan goodies hebben we verstopt onder de grond en die moeten ze dan opzoeken.